Yes, 7 teams spelen op dit pleintje 90 minuten lang tegen elkaar. Team met de meeste wins speelt later tegen de Street Captains. Ja, de Street Captains, zij zijn de enigen die deze exclusieve captainsbanden mogen dragen. Je gaat nu kijken naar de beste momenten van de komende 90 minuten. Oké, we zijn begonnen. Kap de villa. Kap, 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 kap. Oh, ho, ho. Golasso! Deze mannen maken geen grappen. Wow, 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 wow. We zien het in de Zidanos. Door, 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 door. Goal! Dit is niet normaal! Wow. Team is on fire! Wow, 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 wow! Keeper ging laag! Wow! Calma, calma! You go down! Yes, 90 minuten lang gespeeld. De vetste acties, mooiste goals. Ik vond het insane. Ben je nog geen lid van FC Straat? Word dan lid via fcstraat.com. Het is gratis. Daar kan je ook je outfit bestellen. Allerlei verschillende soorten ballen, trainingspakken, tenues, noem het maar op. Support ons. Wie gaat de Captains Game spelen tegen de Street Captains? Young boys, North. Het is tijd voor de Captains Battle. Maar die spelen even niet hier, maar op een andere locatie. Een hele grote fan die wat tegen jullie wil zeggen. Volgens mij ken je deze man wel. Boys, ik heb gehoord dat jullie zometeen een wedstrijd hebben. Ik kon er helaas niet bij zijn, ik moest even gaan trainen. Veel plezier zometeen, laat zien wat Amsterdam is. Jullie spelen zometeen onder de brug, waar het voor mij allemaal is begonnen. Ik heb een mooie avontuur beleefd van bij FC Straat. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen doen, man. En vooral winnen en hou die banden bij ons. Denzel, hoe gaan jullie vandaag winnen? Ik denk door veel samen te spelen. Spelen door elkaar goed te coachen. En laten zien wie Amsterdam is eigenlijk. Dat is wat Eup ook tegen jullie zei, hè? Laten zien wie Amsterdam is. Mijn naam is Jim, mijn specialiteit is 1-op-1. En de Street Captains, wij pakken deze revanche. Mijn naam is Said, mijn specialiteiten zijn techniek en snelheid. En Street Captains wens jullie fijne wedstrijd. Mijn naam is Marco en mijn specialiteiten zijn dribbelen en verdedigen. Ik heet Swa en mijn specialiteiten zijn scoren en dribbelen. En ik hoop dat we gaan winnen. Ja. Mijn naam is Easy, mijn specialiteiten zijn fysiek en harde schot. Street Captains mogen de beste winnen. Ik ben Ema, mijn specialiteiten zijn acties en dribbelen. Ik hoop dat we de banden terug mogen veroveren. Ik ben Joey, mijn specialiteiten zijn 1 tegen 1 passeren. Ik ben Sulik, mijn specialiteit is fysiek, mogen de beste winnen. Ik ben Erai, mijn specialiteiten zijn skills en techniek. Ik ben Denzel en mijn specialiteiten zijn mensen kapot maken in 1 tegen 1. Ik ben Daan, mijn specialiteiten zijn schieten en pasen. Ik wens de tegenstander veel succes. Ik ben Zack en mijn specialiteit is passing. We mogen de beste winnen. Ik ben Ilai en mijn specialiteit is dat ik veel kan schieten. Ik hoop dat ik een leuke wedstrijd doe. Ik ben Boerak, mijn specialiteiten zijn mijn onderscheppingen en mijn overzicht. Ik ben Mustafa, mijn specialiteit is verdedigen en ik wens hem heel veel succes. Ik ben Sino en mijn specialiteiten zijn meevoetballen en ik hoop dat ik een mooie wedstrijd doe. Yes, welkom bij de FC Straat League, oftewel de grote helden van de kleine velden. Je gaat nu kijken naar de grote rematch. De vorige keer was het zo gegaan. Check dit. Maar ik denk ze allebei! Ai, 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 ai. Het gaat nu echt beginnen. We gaan pispoten om te bepalen wie de bal mag kiezen. Souhel, Ilai, let's go. Oh, en nu? Oh, ik weet niet hoe jullie het gedaan hebben, maar ik zie dat Souhel op jouw voet staat. Jij mag beslissen, witte bal, rode bal. Witte. We gaan toch voor de witte, oké. Okay. Dan gaan we nu echt beginnen. Geef elkaar om en om een box. En dan gaan we beginnen met de shootouts. Ik zeg het altijd, the game is on. Oh, wacht even, hé. Jullie denken jullie zijn sterk en zo, maar Amsterdam is hier ook gewoon representant. Oh, oh, oké. Okay. Abdullah, onze legendarische speler van eerste serie, hij is er. Ze zijn misschien groot en sterk, maar ik denk dat wij ze gewoon kunnen uitspelen. Als we gewoon goed blijven tikken, ja. Maar ook Bilal, velen van jullie hebben om hem gevraagd, hij is hier. Hé, deze boys zeggen Tilburg Noord gaat winnen vandaag. Nee, want daar geloven wij niet in. Amsterdam. Dat geloven wij niet in. Mooi accentje. Nee, maar ik ben ervan verzekerd dat Amsterdam gewoon met de winst naar huis gaat.
dat is ook niet echt, dat geloof ik. Daar ben ik echt van overtuigd. Hier hou ik van deze bluff. Ik ben trouwens van Stoke City. Ik probeer op te stoken en zo. Hè. Ik heb al gezegd, dit is eigenlijk Paulo tegen EU's team en zo. Wilan, vertel even wat moois. Ja, ik ben ervan overtuigd dat zij gaan winnen. Goeie ploeg, ze hebben ook veel gewonnen. Je bent lief geworden, man. Nee. Van camera's altijd. Kijk, ga even terug naar Bilal, hoe hij voor het eerst zei. Street captains, jullie worden uitgedaagd. We pakken jullie 100% en jullie moeten niet huilen. We pakken jullie met vuur. Hé, wacht even. We hebben nog een legend in de game, hè. Yes, sir. Hij speelt nu bij Feyenoord. En hij heeft de allereerste goal ooit gemaakt in de FC Straat League. De allereerste goal ooit, die heeft hij gemaakt. Oh, 1-0, doelpuntenmaker, yes sir. Voor wie ben je? Voor Amsterdam of voor Tilburg-Noord? Zijn hart zegt Tilburg. Ik ken ze allebei, maar ik ben wel een beetje van Amsterdam. Oh. Dat ik ze ken toch, dat ik ze ken. Deze hele serie van FC Straat is ooit begonnen op deze plek, onder de brug. En toen was het super koud, min 1 graden. Eerste shootout wordt genomen door Tilburg Noord. Easy achter de bal. Gino op goal. 3. Bam. Ja! 1-0. Tilburg Noord staat 1-0 voor. Hij is verdediger toch? Ja, man. Waarom doet hij mij denken aan Lukaku? Zij toch? Denzel achter de bal. De man van de no-look schot. Wat gaat hij doen? Hij wil kappen. Waarom wil hij kappen? Omdat hij weet wat hij doet. 10 seconden. Hij moet op de tijd letten. Ai. Zenuwachtig begin van Amsterdam. Kan gebeuren. Denzel heeft al zoveel mooie dingen laten zien. Hij gaat sowieso straks shine. Dat is trouwens Suhel, dames en heren. Als je denkt dat is hem niet, hij heeft zijn haren weggeknipt. Hij wil die bal graag krijgen. Jim blijft heel rustig. Speelt hem in op Amen. Amen, slimme speler. Ga easy, schap. Let op die man. Oh ja? Allemaal goed. Ja. 2-0 voor Tilburg Noord. Heerlijk. Onder 15 zijn al de street captains. Gaat dat ook gebeuren? Ja, blijven raken. Wow, wat gebeurt er? Door blijven gaan. Zie ik jou, wissel. Dam speelt in Rotterdam. Het is in Rotterdam. Het lijkt alsof ze spanning krijgen omdat ze in Rotterdam spelen. Dan, niet te korte balletjes spelen. Gek man, last minute. Wat voor voet heeft hij? Hij doet gewoon in één keer zo. Zoals andere level, hè? Denzel is wel normaal basketball. Ja. Er wordt hier tiki-taka gespeeld. Uit. Zo, hè? Hun achterin zijn niet net als jullie de hele tijd aan het skillen. Skillen? Wij skillen niet, bro. Jawel, jullie achterin wel. Hey, Erik, ik zeg eerlijk, je mag kritiek hebben. Ja! Ja! Oh, 3-0! Dus, nee, maar dit is positief. Wat is er gaande? Boys, jullie hebben nog niet gewonnen, doorgaan! Een team zoals die van EU, die straft gelijk af. Amen! Hey. Laat die keeper vallen daar. Oei! Suhel! Oh, Daan zit er tussen. Ja, goed gezien. Goed gezien door de scheids. Eetje druk, dag heet druk! Loop af! Goeie bal, wat een bal. Hoor, Denzel. Het is koud eigenlijk. Ja, het is koud. Zeg maar. Ik heb andere kleren aan. Nee, maar ik heb het niet, man. Je weet toch wat je aan het winnen. Broer, je hebt een hele vest aan. Keepers willen graag scoren altijd in deze game. Het gebeurt ook een paar keer. Boerak komt erin, de man zeg van niet, de rainbow flick. Dik na. Ga weg van hem. Denzel op sterk. Denzel. Ready van Jim. Boerak wil die bal hebben. Zijn paar wissels gekomen en die wordt gelijk sterker. Hey, Amsterdam wil niks horen nu. Amsterdam had gelijk met dit team eigenlijk te beginnen, man. Ja. Is nog te vroeg om te zeggen. Ik zeg je eerlijk, Erik, als de finale is, moet je niet te veel denken aan Doris. Denzel. Redding weer van Jim. De game begint langzamerhand los te komen. Okay. Dit is hoe je Amsterdam weer kent. Of niet, Bilal? Ja. Ik zie Bilal toch wel stiekem glimlach. Komt goed. Dat is ook wel eens gebeurd, hè? Alleen nu is mijn tijd, hè? Oh, het had hem moeten zijn. Maar hij liep wel naast de stoel. Ja, maak hem. Alleen. Sterk, boy. Sterk. Not a player for the bench. Ai. Not a player for the bench. Echt jammer eigenlijk dat ze halen nu anders zijn. 4-0. Oei, wat gebeurt hier? Hetzelfde waren net als toen, was gewoon jouw kleine broertje eigenlijk. Boerak. Denzel.
Ai, ai, ai. Zwaar spits. Eli komt erin, Zek gaat eruit. Dat is wat Suha wil. Hij wil zijn tegenstander voelen. Hey. 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 Ja! Oh! Ja, dat is echt gek. Hij weet het niet eens. Hij deed een soort van stiekem chip. Ja. Voorzichtige chip. Beetje Ronaldinho-achtig. Oh ja, die uit. Hey! Dat is ook gek. Die was ook gek. Ik dacht, hij weet wat hij doet daar. Hè? Ja. Hij weet wat hij doet daar. Dat was lijp. Uit je weg. Easy Kjaas gaat. Easy is super sterk. Maar echt super sterk. Wat is Suleki? Lijken op elkaar. Nog fitter, hè? Ten opzichte van de eerste. Oh! Oh, jongens, Suleki! Yo. Mooi gespeeld, hoor. Dat was een kastje. Oeh, gek weggedraaid, hoor. Wat een redding van Gino. Hij houdt Amsterdam nog op de been. Amsterdam heeft één goal nodig. Eén goal. We krijgen een time-out. Dat betekent dat we 7,5 minuten hebben gespeeld. Ga niet bang spelen, alsjeblieft. Als je het gelijk eruit gaat, klaar, strak. Zo, wat is toch vast op je staan? Daar heeft hij zijn zin. Je moet niet zeg maar, aan hem kleven. Je moet juist, wanneer die bal wordt gespeeld, moet je pas zo voorkomen. En blijf opstappen. Geen druk zetten meer op de keeper. Als we ook geen druk zetten op de keeper, dan kan hij toch gewoon schieten. Het is nog niet klaar. We hebben dit. Ja, maar als ik zet druk, dan speelt hij naar Sula en dan komt hij naar die... Nee, je zit gewoon... Je loopt blindelings, dat is vervelend. Je moet volle bak erin gaan. Kom op. Hou nog even vol. Ik was later in voor Sula. Maar geef jezelf energie, blijf werken. Anders gaan we denken kunnen terugkomen. Blijf energie door. Oké, alles is besproken. Ik ben benieuwd hoe ze, ik wou zeggen uit de kleedkamer komen, hoe ze uit de time-out komen. Wilen, wat moeten ze doen volgens jou? Binnen. Gaan ze enigszins op zich. Ja, bro. Dat doen ze niet. Ja, dat is nog toch. Wat moeten ze veranderen in hun spel? Ze moeten elkaar helpen. Er kan van alles gebeuren. En meer schieten. Meer schieten, zegt Wilen. Denzel, op sterk. Denzel is ook sterk, hè? Sterk? Help hem. Hoi, Easy is er doorheen. Ze hebben veel vertrouwen. Ja, je ziet het ook gelijk. Makker! Ze spelen nu met hun basisteam en ze scoren gelijk. 4-1. Geld energie blijven geven. Geef het nog aan. 4-1. Zet onder druk, boys. Nu komt er vertrouwen. Nu komt er vertrouwen. Boys, kom aan. Is gebeurd, kom. Gaan we nog een mooie wedstrijd zien? Ik hoop het wel. Ik heb geen voorkeur, maar ik wil wel een spannende wedstrijd. Michael is erin gekomen. Suleki. Hey Paolo, je mag niet coachen. Dat is een regel bij FC Straat. Ook al ben je Paolo, je hebt voor de wedstrijd wat tegen hem gezegd. Wij spelen met FC Straat zonder trainer. Dat is een hele belangrijke regel. Dat maakt ons FC Straat. Of heb je ook bij jouw pleintje heb je trainer en zo? Ja, jouw broer. Ja. Papa. Zlatan is er sowieso maar eentje. Hey! Oh, Michael, goed gedaan! Easy! Easy! Michael is een stille kracht, hij is erin gekomen. Hij weet wat hij doet. Hij is ook ervaren, hij heeft veel wedstrijden gespeeld. Easy op Denzel. Denzel wil die bal hebben. Gino gaat schieten! Ai, ai, ai. Ga naar binnen. De 1-op-1 met Daan. Daan blijft scherp. Daan is wakker geworden. Op Suhel. Michael is weg. Ja, doorgelopen. Oh ja, als hij had doorgelopen, was het klaar. Maar ja, achteraf is makkelijker gezegd. Oh, heerlijk. Denzel op sterk. Denzel op sterk. Hij is in. Ja. Schieten. Ah. Sla, iedereen. Kouwen. Nu begint de wedstrijd los te komen. Ja. What a game. Koulibaly. Denzel is wakker. Hij wisselt met Zek. Eli zegt nee, niet wisselen. Moet ik kans voor afmaken? Je mag één dribbelen. Nog een! Je moet gewoon spelen, ja. Hoi, hij is binnen. Hij is binnen! Ja! Ja! 5-1. Mooie goal. Ik zie niet eens een celebration van deze boys. Ik zei tegen hun. Je bent wel droog, man. Ik zei tegen hun, nog niks geks doen. Maar gewoon celebration, man. Wat is er van een celebration? Schakelen, boys. Ja, jullie weten wat je terug kan krijgen. Ja, Touré!
Voor die man nu! 6-1! Mogelijk, tot voor Amsterdam. Leg vallen. Oh, slim. Oh, ja. Hij zit! Ja! Ja. 7-1. Ja, boys, hiervoor zijn we gereisd. Voor de boys uit Tilburg Noord. Soheel gaat eventjes wisselen. Joey, moeie. Bo, het is nog niet klaar. Het is zeker het is nog niet klaar. Joey, Joey, volg je. Eerlijk, Joey. Eerlijk. Ai. Nu, Eli. Wow. 7-2. Dat kan veel woede uit. 7-2. Win nou. En Amsterdam gaat wisselen. Drie nieuwe spelers. Amsterdam wisselt daar veel. Daar links. Oh, jongen. Hebben. Hey. Voor je tot morgen. Hoi. Goed weggedraaid door Burak. Joey, terug naar Jim. Hey man, Willem krijgt in zijn voeten. Jim zegt, doe maar rustig aan. Laat ze maar komen. Hij laat ze komen, daardoor komt hij hier. Is hij vrij? Ja. Heerlijk. Hey, doei, doei. 8-2. Broertje van Sohel maakt nu zijn debuut. Hij scoort nog bijna. 8-2, nog twee goals, dan is Amsterdam verslagen. Oké, tweede time-out. Dat betekent nog 5 minuten. Dit wordt wel echt serieus lastig. Hey, de laatste man moet niet tegen zijn tegenstander aanstaan. Dat heb ik net ook al gezegd. We gaan met sterks opstellen, man. Klaar, we gaan nu met sterks opstellen. Achter gaat Denzel voor in die spit. Nog 2 goals, man. Ja, aan de tik. Kijk, ze spelen minder, maar 8-2 had niet gehoeven. Ja, aan de tik. Je moet een beetje omgaan. Alles zit mee. Amsterdam is totaal niet zichzelf. Natuurlijk, compliment aan Tilburg Noord. Ik bedoel, dat gaan we niet onder stoelen of banken steken, maar dit is niet Amsterdam die ik ken. Gerrit zijn! Hij heeft zijn eerste overtreding gemaakt. Jim, easy. Mike, easy. Yes. Kom maar. Het zit ook echt niet mee. Daarom is hij. Ja, tussenin. Gino, Burak. Het is alle boys. Joey, ja, Burak. Ai. De game is niet on. Hey. Heerlijke bal. Het is goed gedaan hoor. Zo! Hey. De mooiste goal komt van Amsterdam. Yes, dit zijn de nieuwe Street Captains. Zij zijn de enigen die deze exclusieve captainsbanden mogen dragen. De prijzen in deze mysteryboxen zijn in ieder geval van FC Straat zelf. €250 aan shoptegoed via fcstraat.com. Jij als kijker maakt ook kans op deze mysterybox. Zorg ervoor dat je wel lid bent van FC Straat, want wij verloten deze prijs alleen onder de FC Straat leden.